Dan ga ik over naar de rekening voor van het afgelopen jaar. En traditiegetrouw zullen we dat ook weer doen aan de hand van de ontvangen en uitgaven zoals ze genummerd zijn. We hebben, zoals het de bedoeling is, vorig jaar nagenoeg alle winst uitgekeerd. Maar er zat natuurlijk een afrondingsverschilletje in en dat is de ruim 3700 gulden die u onder de eerste ontvang terugvindt. Die 400 porties onverdeelde eigendom in de Goris en Aanwassen, die zijn gaandeweg onderwerp geworden van belegging door deze en gene uit de omgeving. Vroeger kon je natuurlijk nog niet in effecten beleggen en wilde men wel in onroerend goed beleggen en in landbouwgrond, verpachte landbouwgrond. Maar zoiets als die Goris en Aanwassen had wel iets aantrekkelijks, omdat het een bezit was wat verder kon aangroeien. En misschien een beetje vergelijkbaar is met een groeifonds zoals je dat tegenwoordig kent. En die aandelen die vererfden binnen de families. En ik denk dat voor de meeste eigenaren geldt dat zij hun aandeeltje of hun twee aandeeltjes van opa of oma of vader of moeder hebben gekregen met de mededeling. Dat is een aandeel Goris en Aanwassen van de landen van Essen. Daar moet je netjes op passen. En dat moet je te zijn tijd aan je kinderen doorgeven.